Zo, goedemorgen. Ik sta hier voor de bokkenwei, zoals jullie kunnen zien. Maar er staan hier geen bokken in, maar ezels. En deze ezels zijn Bibi en Fleur, maar we hebben ook een gast. En deze gast heet Henkie en is een hengst. En Henkie is hier om te zorgen dat we over een jaar ezelveulentjes krijgen. En ik ga even kijken of ik jullie dat wat beter kan laten zien. Kijk, dit is Henkie. Henkie is niet zo groot. Staat een beetje te genieten van de zon. Actie. Dat komt omdat Henkie gisteren al gekomen is. En toen zijn ze samen de wei in gegaan en Fleur bleek hengstig. En Henkie heeft dus Fleur al gedekt. De draagtijd bij ezels is 12 maanden. Dus we kunnen volgend jaar in mei misschien wel een kleine ezelveulen verwachten.